Kort voor het einde van de oorlog werden 10.000 inwoners van Venlo geëvacueerd naar Groningen, Friesland en Drenthe. Een deputatie uit de Venlose burgerij is met de reus Valuas en zijn vrouw, de legendarische stichters van Venlo, naar Leeuwarden en Groningen gereisd om te danken voor de gulle gastvrijheid welke de noordelijke provincies in die moeilijke maanden aan de dakloze zuiderlingen hebben verleend. Valuas en zijn vrouw verlaten hun stad nooit. En dat zij nu de lange tocht naar het noorden hebben ondernomen, is een bewijs te meer voor de hartelijke dankbaarheid die de Venlonaars tegenover hun oude gastheren gevoelen.